Mijn hele leven was een zoektocht. Op zoek naar liefde, op zoek naar aanzien, op zoek naar respect. Het moment dat ik het losliet, besefte ik dat er een heleboel al was in mijn leven. En ik zocht eigenlijk altijd alles extern, terwijl het intern al aanwezig is. In principe ben ik ervan overtuigd dat iedereen de antwoorden in zich heeft. Van zoektocht naar ontdekkingsreis. Zelfstigma was mijn grootste probleem, dat besef ik nu. Het zorgt ervoor dat je dingen niet durft. Het zorgt ervoor dat je jezelf naar beneden haalt, dat je gaat twijfelen aan jezelf, dat je zelfs angstig kan worden, sociaal jezelf terug gaat trekken. De twijfel en de angst, die zijn op zich al erg genoeg. Maar je wordt ook nog eens op den duur eenzaam door je eigen twijfel en angsten. Zo lastig om dat te doorbreken. Ik weet wel dat op het moment dat iemand toch in jouw negatieve zelfbeeld iets positiefs durft te benoemen en kan benoemen over je, dat dat de stap uit het zelfstigma kan zijn. Op het moment dat er oprechte aandacht is, is er minder aandacht voor stigma en zelfstigma. Het is ook vroeg ontstaan, de problemen al heel vroeg zelfs. Dus ik besloot om op 9 september 2004 om te stoppen met leven. Het was niet de eerste keer dat ik een poging deed om mijn leven te beëindigen. Maar wel de eerste keer dat ik in zover geslaagd was dat de familie bericht kreeg vanuit het ziekenhuis. Jullie kunnen afscheid komen nemen van Danny. Zware periode. Nou ja, mijn wereld stortte wederom in. Op datzelfde moment is mijn vader terminaal ziek. Ik krijg een ontslag. Financieel sta ik aan de grond. Kan geen kant meer op. En ik draai volledig door. Die laatste psychose was, ik heb het meer meegemaakt, maar die was echt heel heftig. Ik werd bestempeld als gek, als gevaarlijk, als agressief. Laat zien dat een eerste indruk vaak de verkeerde indruk is die iemand eigenlijk laat zien. En dat doen we allemaal. Daarna naar de kliniek. Daar was één hulpverlener. Die daagde me uit. Hij hoorde mij praten, hij zag me tijdens de creatieve therapie. En hij daagde me uit om mee te doen aan verhalenverteldag. Ik kwam een verhalenverteller van buitenaf. Die was echt ingehuurd om een verhaal te vertellen. En die bedankte me. Ik kreeg applaus voor mijn verhaal. En eigenlijk was er een stukje passie aangewakkerd in mij. Ik zie me nu als iemand die gelukkig is. Ondernemend. Ik durf te ondernemen. Ik durf stappen te maken. Doordat ik open ben en durf te delen. En zonder schaamte over welk onderwerp het ook zou gaan. Op het moment dat ik dat open, is er altijd wel iemand ergens die ook een stukje van zichzelf durft bloot te geven. En dat is het krachtigste en het mooiste wat er is, vind ik, in het leven. En daarom doe ik dit. Als ik af en toe één ziel kan raken die ook denkt van, met jou wil ik nog even in gesprek. Met jou wil ik iets delen, iets persoonlijks van mij. En dat zijn, denk ik, de cadeautjes in het leven.